Vandaag alweer dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse, oftewel de dag van Groesbeek en natuurlijk de Zeven Heuvels. Maar voordat het zover is, beginnen de wandelaars in Nijmegen, gaan ze naar Malden en van Malden gaan ze naar Mook. En dan komen we alweer bij onze eerste locatie. En dat is hier bij Mook, de Mokerheide. In de omgeving van Mook, Middelaar en Plasmolen is er hard gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Mokerheide was namelijk een van de locaties voor de parachutisten van Operation Market Garden. En als je goed kijkt kun je de kraters zelfs op de Mokerheide nog zien. Maar omdat Operation Market Garden mislukte, werd er nog maandenlang gevochten in de omgeving van Mook. En dat zorgde voor veel slachtoffers. Het ene deel van de route loopt verder Limburg in. Het andere deel van de route loopt langs deze militaire begraafplaats in Mook. Ja, en vanuit Mook lopen we nog een stukje verder met de 50 kilometer. En dan komen we uit in Gennep. Want niet alleen werd er een felle strijd geleverd op de Mokerheide, maar ook in de dorpen eromheen, zoals hier in Gennep. En zo fel zelfs dat de inwoners geëvacueerd moesten worden. Maar de geallieerden gingen de strijd aan met de Duitsers. Maar de Duitsers gaven zich nog niet zomaar gewonnen. Ze blaasden de brug over de Maas op. Daardoor konden de geallieerden niet richting Gennep komen. En de geallieerden gingen een pontonbrug bouwen om toch richting Gennep te kunnen. En nu gaat het heel snel. Dat zien we met de Vierdaagse wel bij Kuik. Maar in 1944 was het hoog water. Daardoor was het lastig. En moesten ze de grootste pontonbrug bouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Nou, dat lukte. En het lukte uiteindelijk ook om de Duitsers te verdrijven. Maar dat kostte wel 54 mensen het leven in Gennep. En daarom hebben ze op het Vrijheidsplein dit monument geplaatst. De Barmhartige Samaritaan. En vanuit Gennep wandelen we dan richting Groesbeek. En voordat we bij Groesbeek aankomen, komen we bij Klein Amerika. En dan moeten we even van de route afwijken. Maar op dat gebied zijn onder andere de parachutisten en de zweefvliegtuigen geland tijdens Operation Market Garden. Amerikaanse glider, zweefvliegtuig. En die werd veelvuldig gebruikt in de oorlog, zo ook tijdens Market Garden. Honderden van dit soort toestellen landden hier in Groesbeek. In 2014 was het 70 jaar na Market Garden en toen werd dit monument onthuld. Voor de wandelaars die toch iets meer over de oorlog willen weten of willen zien, is het misschien toch raadzaam om een klein uitstapje te maken naar dit monument. Tevens is hier ook een tv-zuil geplaatst die beelden laat zien van de Tweede Wereldoorlog uit de omgeving Groesbeek. Een andere belangrijke locatie in Groesbeek vinden we op de Wielerbaan. Daar vinden we tegenwoordig het Nationaal Bevrijdingsmuseum. En als we goed kijken hoe het Bevrijdingsmuseum eruit ziet, zien we dat er ook een koepel staat. En die koepel die moet dan weer een parachute voorstellen. En die parachute, dat is dan weer een eerbetoon aan alle parachutisten die hier geland zijn tijdens Market Garden. We verlaten Groesbeek en dat doen we via de Zevenheuvelenweg. En dat is misschien wel het zwaarste onderdeel van de Vierdaagse. In ieder geval wel van dag nummer 3. Maar het geeft wel een prachtig uitzicht over de regio Groesbeek. En daarnaast kun je goed zien waar die duizenden parachutisten zijn geland tijdens Operation Market Garden. Voor de militairen is dit ook een belangrijk onderdeel van de Vierdaagse.
Hier bevindt zich namelijk de Canadese militaire begraafplaats. Elk jaar weer houden ze hier een tussenstop en een herdenking om hun kameraden te herdenken die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En na de plechtigheden op de Canadese militaire begraafplaats lopen de wandelaars weer door richting Bergendal. Via Bergendal komen ze in Nijmegen terecht op de wedren en zit dag 3 er alweer op van de Vierdaagse. En kunnen ze zich opmaken voor de vierde en laatste dag. Dat gaan wij ook doen. Want ook dan komen we weer langs gedenkwaardige plekjes rondom de Tweede Wereldoorlog en de Vierdaagse. Tot morgen.